Stel je voor dat er een klein kind bij ons zou zijn, ook helemaal in paniek. Wellicht kon het fataal aflopen. De wolf lijkt vaker in de buurt van wandelaars en ook fietsers te komen. Vooral in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Er duiken steeds vaker beelden op en steeds meer mensen willen hun verhaal doen. Ook Berkay kan erover meepraten. Hij stond onlangs oog in oog met de wolf. Ze waren verdwaald. Daarom is het al donker als Berkay samen met zijn vriendin net te laat voor sluitingstijd richting de uitgang van Park de Hoge Veluwe fietst. Opeens staat hij oog in oog met een wolf. Hij kwam steeds dichterbij. En zodra ik met de fiets op de grond ging stampen en een beetje lawaai ging maken, dan stopte hij. Het stel houdt schaafwonden over aan het incident. Niet van de wolf, maar omdat ze een paar keer van hun fiets vielen tijdens hun vlucht. Foto's hiervan hebben ze aan mij laten zien, maar houden ze verder liever privé. En andere beelden, die zijn er niet. Wanneer jouw leven op het spel staat, dan denk je niet, aan bewijsmateriaal. Laat ik dit maar vastleggen en je denkt van, hoe kom ik hier levend uit? De ontmoeting met de wolf lijkt op beelden die we eerder zagen met een familie op de Hoge Veluwe. Alleen bij ons was hij gewoon letterlijk gefixeerd op ons. En ik zag hem ook gewoon letterlijk sluipen. Na veel stampen en zwaaien met de fiets verdwijnt de wolf. Onderweg naar de uitgang in het park hoort het stel geritsel. En ik zie op de achtergrond zie ik drie wolven keihard achter de greppel gewoon rennen richting onze kant op. En nadat ik met het licht op hun ging schijnen, toen werd hun snelheid verminderd en uiteindelijk stopten ze. Park de Hoge Veluwe bevestigt dat er inderdaad een incident is geweest met een wolf op die bewuste avond. Die adviseerde het stel om hun verhaal te doen bij de politie. Dat hebben ze inmiddels gedaan. De politie kan het niet bevestigen, maar Berkay kan mij wel het proces verbaal laten zien. De schrik zit er goed in. Mijn vriendin die heeft vooral nog slapeloze nachten. Stel je voor dat er een klein kind bij ons zou zijn, ook helemaal in paniek. Wellicht kon het fataal aflopen. Ja, de wolf houdt de gemoederen flink bezig. Afgelopen week werd het dier weer op verschillende plekken in onze provincie gespot. Maar hoe herken je een wolf? En wat is het verschil tussen de wolf en de wolfhond? Kom, Alexander. Kom, mijn vent. Nee, niet springen. Nou, dit is een Tsjechoslowaakse wolfhond. En dan voornamelijk wolf, want heel veel mensen noemen het een wolfshond. Maar een wolfhond is een kruising destijds geweest tussen een wolf en een, een andere hondachtige, zeg maar. In dit geval een Duitse herder. Hij is gedomesticeerd natuurlijk. Het is een knuffelkond en een wolf zou je niet zo 1, 2, 3 kunnen knuffelen. Hij kijkt wel heel erg de kat uit de boom, dus in dat geval heeft hij wel nog wel een redelijk karakter, zeg maar, richting wolf. Het is toch wel een heel erg verschil. En als je het qua uiterlijk helemaal zou zien, een wolf eigenlijk wel meer vaak een wat dikker buikje. En een wat korter staartje, vind ik tenminste. Dus in die zin zie je daar flink de verschillen in. Wat wij merken, en ik heb ook een Facebookgroep over de Tsjechoslowaakse wolfhond. Dat heel veel mensen zeggen, oh, maar ik vind ze zo mooi en ik wil een wolf als huisdier hebben. Of ik wil een wolf hebben. En dan wil ik, gewoon om de interesse te wekken, zeg maar, gaan ze dan naar zo'n pagina toe. Om echt te zeggen van het schrikt af om op dit moment zo'n hond te nemen. Nee, want de mensen die zo'n hond willen hebben, die zijn eigenlijk al wel heel lang dat ze daarop ingelezen hebben. En dat ze daar echt wel mee bezig zijn om te zien dat het een hond is en niet een wolf.